geen Pulp Fiction zonder... You know what they put on french fries in Holland instead of ketchup? What? Mayonnaise? Geen Scream zonder... Popcorn. En Ratatouille spreekt helemaal voor zich. De filmgeschiedenis zit vol legendarische maaltijden. En die gaat Wim Balieu klaarmaken. Van fancy haute cuisine tot een sappige snelle hap. Wim serveert het allemaal in filmfood. Vandaag op het menu, Ziti al forno. Geen enkele serie heeft Amerika zo diep geraakt begin deze eeuw als de Soprano's. Nu, de reeks bracht de maffia dan ook zo realistisch in beeld dat de maffia op een bepaald ogenblik een vermoeden had dat ze met een rat zaten die de interne werking doorsluisde aan de scenaristen. Are you fucking kidding me? Tony Soprano staat wel aan het hoofd van de maffiabende, maar eigenlijk is hij best onzeker. Dus niet meteen zo het stereotype beeld van de maffiabaas. Do we really have to fucking talk about this? Eenmaal in de keuken, dan wordt hij wel weer die typische Italiaan die heel erg van lekker eten houdt. How's the toast? How's the french fries? You stare at me like food. Like Popeye says, I am what I am. Well, I didn't marry a cartoon. Carmella, de vrouw van Tony in de reeks, maakt regelmatig Ziti al forno. Een Napolitaanse ovenschotel met pasta, tomatensaus en gehakt. Vooral veel en vers gehakt. The beast in me is caged by frail and fragile bars. Restless by day. What the hell are you doing? Want some and more? By night, rants and rages at the stars. God help the beast in me. The beast in me has had to learn to live with you. De tomatensaus, dat is een echte meatsaus. En het grote geheim daarvan is gewoon dat 2 uur lang goed warm staat te pruttelen. Flink veel gehaktballen in onze ovenschotel. Maar dat mag wel, want ik heb mij laten vertellen dat James Gandolfini, dus de vertolker van Tony uit de Soprano's, zijn allerlaatste avondmaal zo nuttigde op reis in Rome. En dat zou bestaan hebben uit 2 porties gambas met flink wat chili mayonaise, achteraf nog een gigantische portie ganzenlever en dan ook nog eens alles doorspoelde met 4 shotjes rum, 2 pina coladas en nog 2 pinten. Om maar te zeggen, fun tot op het bittere einde. No blood. No blood. Salo. No blood. Salo. 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 Tomatensaus, die mag bij de pasta. Samen met onze ballen. En een lepel of 2 ricotta. En mengen maar. Yes, me why? Bovenaan wat oregano en flink wat geraspte parmezaan. En we hoeven niet gierig te zijn, want ja, hoezeer Tony Soprano ook belust was op geld in de serie, zo vrijgevig was James Gandolfini. Want naar het schijnt zou hij toen de set plat lag wegens staking van de overige acteurs omdat ze gewoon niet uitbetaald werden, heeft meneer Gandolfini uit eigen zak per acteur $33.000 op tafel gelegd. En de opnames waren opnieuw vertrokken. Van vrijgevigheid gesproken. You don't need to do that, but you're sweet. 10 minuten gratineren en bellissimo. A little more salt? That's delicious. Shut up about it, you depressing fucking jerk! What the fuck do you know about it? You motherfucker. You fucking jerk. Come on. Get up.
See what you get when you come.